Het is duurzame Drentedag en ik vind dat we over 10, 15 jaar helemaal niet meer moeten praten over duurzaamheid, omdat iedereen dan duurzaam moet zijn. Welk product dat nu nog op de vuilnisstort belandt, zou je willen omvormen tot iets nieuws? Dat is een heel toepasselijke vraag, het is echt wel random. Maar koffiedik in ons geval, want dat zetten we al om in oesterzwammen. Bermgras is ook een interessante. Dus we misschien nog zo meteen al eens in de gebiedscoöperaties daarmee bezig. En die doen ook toffe dingen. En daar zijn we ook mee aan het samenwerken om daar ook weer oesterzwammen op te kweken. En dat is ook weer een product dat mensen niet zo goed weten wat ze daarmee moeten. Dus, koffiedik en bermgras. Wat in me opkomt is, heel gek, een oude pers, een oud kleed. Ik zou hem heel graag langs de stomerij doen en zeggen, kom, die gaat nog lekker 10 jaar mee. Heb jij de afgelopen tijd nog iets meegemaakt waarvan je denkt dat was echt vernieuwend op het gebied van duurzaamheid? Dit was een ondernemer, ik dacht in Duitsland, en die had een duurzame douche bedacht. En dat warm water dat gaat naar beneden, dat wordt opgevangen, gaat via warme buizen naar boven en die douche komt en komt terug. Dus dan kun je met een 2 liter kun je gewoon doorgaan en doorgaan en doorgaan. Want de wereld verdraagt de manier waarop wij nu leven niet langer. He, het smelten van de ijskappen, de toenemende droogte waar mensen vluchten al omdat ze niet meer kunnen leven. Het grilliger worden van het klimaat, als je dat niet serieus neemt, dan ben je niet iemand die positie inneemt tegenover klimaatgelovigen of klimaatactivisten. Maar als je dat niet serieus neemt, dan loop je gewoon weg voor een werkelijkheid die bestaat. Hoe zie jij de duurzame toekomst van Drenthe? Er zijn zoveel mooie ideeën en echt van hele kleine initiatieven tot supergrote initiatieven. Dus ik zie die heel erg positief in. Rijden we in de toekomst allemaal op waterstof? Nou, de mensen niet, maar misschien de auto's.